Toen sprak hij me aan. We waren helemaal alleen. Hij vroeg, ja, mag ik iets heel brutaals tegen je zeggen? En ik zo van, ja? Oké, laat ik bij het begin beginnen. De allereerste date die ik ooit in mijn leven heb gehad, was met een jongen die ik ontmoette tijdens een vakantie in Spanje. En mijn ouders zaten er uiteraard bovenop. Ik ga nu naar het zwembad, want daar zijn ze als het goed is. Dus ik eruit zo. Afijn. Hier liggen de kinderen, die zijn een stuk groter geworden. Sophie is een vrouw, weer ze. Sophie is op dit moment net fallen in love, zeg maar. Ze hebben al gezoend. Met een buitenlander. Met een buitenlander, een gastarbeider. Nee, ik wil even jou. Kom maar. Geef maar. Het is echt zo'n schatje gewoon. Dag. Hij was zo lief. Hij is heel braaf. Hij doet echt precies wat zijn vader is. Kijk, zo'n kind zoeken wij nog. Volgens mij zit hij echt helemaal onder de plank. Ja. Hij is leuk. Maar hij wil alleen met haar, dan ben je door volgens mij. Nee, dat doe ik ma, niet. Maar ja, Osma brengt ze op zich, is dat ook. Je moet haar eigenlijk kennen, hè. Jullie gaan dat kennen, jullie gaan dat kennen. Nou ja, oké. Okay. Goed, we zien het wel. En voor je het weet ben je gewoon 14 jaar verder. En zit je trouwens met dezelfde soort onzekerheden. Nee, alles vol op de achterkant. Welke hand, achterkant. Nou, laten we even zien die achterkant, want dan kan je thuis zien dat het beeld gewoon is. Draai om. Het valt eruit mee, kom op. Het is heet. Alles is dicht, want het is veel te warm. Het is 30 graden buiten. Het is 24 augustus. 23 augustus. Ik heb dus besloten dat ik een datingvlog ga maken. Maar dat ik het nu al film. En ik film het ook voor mezelf. Want ik film het al jaren voor mezelf. I'm back. De camera was kapot. Mijn moeder ging... ik film al 5 jaar met het ding. Mijn moeder laat me één keer filmt 1 keer mee en laat ze meteen vallen. Voor later, voor ooit. Voor als ik 80 ben. Maar goed. Wat heel grappig was. Het is dat ik een week of 3 geleden was ik in Willemstad. En daar zag ik een ober, die ik vond heel schattig. En ik zei toen tegen Nicole de week erop van, ja, leuk ober gezien. Heb ik nog gefilmd. Wat was net het eerste wat je zei tegen ik me? Ik zei dat we voortaan in de zomer niet in Zeeland afspreken. Okay. In het weekend kunnen we naar Koffiepunt 40, is ook niet in Zeeland. Ik wil graag naar Koffiepunt 40. Dat Willemstad, ik heb Willemstad voorgesteld, dus ook niet in Zeeland. Ik heb best wel lekker dingen gezien in Willemstad. Waarom in hemelsnaam wil je dan in Zeeland afspreken? Ik heb dat... Ja, omdat ik altijd daar ben. Dat was ook meer een grapje, want Nicole wilde niet in Zeeland afspreken, al die toeristen. Nou goed, maakt niet uit. Ik was het nou een beetje vergeten, maar ik was dus vorige week weer in Willemstad met mijn moeder. En daar was hij weer. Hij was weer aan het werk. En nou ja, we keken altijd naar elkaar. En ja, hij keek best wel indringend. Dus ik keek elke keer terug en glimlach. En het was gewoon echt flirten. Echt op een superleuke manier. Op een gegeven moment ging ik naar de wc. En ineens, ik weet niet waar hij vandaan kwam. Maar hij kwam ergens vandaan. En hij sprintte voor me uit. En je hebt daar best wel een donker halletje. En hij schoot dat halletje in. Dus ik moest er langs. En daar was hij dus. En toen sprak hij me aan. We waren helemaal alleen. Hij vroeg, ja, mag ik iets heel brutaals tegen je zeggen? En ik zo van, ja? En toen zei hij... Ik vind je echt heel mooi. En dat was zo lief. Toen gaf hij een briefje met zijn nummer. En toen zei hij van... doe ermee wat je wil. Of je mag me bellen, maar voel je niet verplicht. Zoiets, echt geen druk. Nou, ik vond het zo schattig. Ik heb het niet zo heel vaak meegemaakt dat jongens op die manier hun nummer aangeven en je benaderen. Meestal durven ze dan niet. Heb ik het idee. Ik heb wel vaker dat soort oogcontact dingen. En dat je lacht naar elkaar. En dat het... Ja, dat je wel geïnteresseerd bent, maar dat iemand echt zijn nummer aangeeft, ja, ik vond dat wel heel erg leuk. Ja, echt leuk. Dus goed, ik dacht van ja, bellen vond ik dan toch wel een beetje eng. En ik weet ook nog niet hoe geïnteresseerd ik op die manier ben, maar hij kwam zo ontwapenend over dat ik wel dacht, nou, ik ga hem in ieder geval wel een keertje zien. Dus ik heb hem opgezocht op Facebook en lang leven Facebook. Beetje flauw eigenlijk, vond ik het van mezelf een beetje... Maar ja, ook wel handig. Want je ziet wel gelijk wie iemand is. Hij stuurde me toen een berichtje van... Nou, misschien vind je het wel eng. Want wat een rare jongen dat hij zomaar zijn nummer aangeeft. Maar als je vragen hebt, vraag het me zoiets. Waarop ik zei dat ik het leuk en ontwapenend vond. En dat ik best wel wat met hem wilde drinken. Dus ik heb overmorgen een date met hem. En nu
komt Don Donovan, een hele goede vriend van me. En ik mag hem vast filmen. Met hem praat ik altijd over liefde, seksrelaties. Nou ja, we praten overal over, maar goed, het is een groot onderdeel. En normaal censureer ik hem altijd in de vlogs die ik heb. Die is echt geweldig. Die is echt... Maar dat kunnen we niet zeggen. Maar ja, dit is mijn 18-plus serie dus. Dus we kunnen nu gewoon onszelf zijn. Hallo. Hey, Donnie. Doetje. Filmt hij al? Ja, hij filmt al. Hey, hoe is het met jou? Ja, goed. En ook op liefdesgebied? Liefdesgebied, laagpietje. Laagpietje. Niet echt super veel mee bezig. Gewoon een beetje rondscharrelen. Wanneer ben jij nou blij met je seksleven? Als alles natuurlijk en geleidelijk loopt, denk ik wel. Ja. Weet je, dat het niet geforceerd is. Van, kijk, nu moet je klaarkomen. Of nu moet je... Want, weet je... Ja. Wat was dat laatste? Dat was de naaimachine. Ja, oké, ik snap het wel. Ja. Nou ja, ik vind het... voor mij is een goed seksleven vrijheid daarin. En dan niet in de zin dat met anderen doen, ja. Dat niet. Maar dat je helemaal jezelf kan zijn en dat je je ander kent en dat je ook gekke dingen kan doen. En dat je ook de vrijheid hebt om wel elk moment toespelingen te maken. En dat je dat vind ik wel een goeie, daar ben ik het wel mee eens. Weet dat het kan. Maar ook dat je al je gekke fantasieën kan delen. Je hoeft ze niet uit te voeren, maar wel kan delen. Okay. Zonder dat je partner bang is voor je seksualiteit. Of afschrikt. Oh ja, of afschrikt. Ja. Ik heb meegemaakt dat ik in mijn lingerie setje lag te wachten en dat hij echt... Die lingerie setje kapot maakte? Ja, dat was bij een ander. Oh. Maar bij deze dat hij gewoon zich helemaal kapot schrok. Oh. Van de druk die hij daardoor voelde. Ja. En dat het gewoon niet lukte. Het is gewoon echt heel lastig als je niet op één level zit. En als je niet allebei even expressief bent daarin. Nee. Of, ik vind alleen niet dat de seks, de rollen... de relatie moet gaan definiëren van, weet je, van jij bent de onderdanige, ik ben de dominante, weet je. Nee. Je moet het wel blijven ontdekken, blijven afwisselen. Ja. Afwisseling vind ik ook heel belangrijk. Vind ik ook heel belangrijk. Ja, maar goed, een goed seksleven. Ik ben echt al heel lang niet gelukkig met mijn seksleven. Dat vind ik zo zonde. Dat vind ik ook heel zonde. Ik ben alleen maar ouder. Nee. Ik vind juist dat jij elke dag seks moet hebben. Ik ook, vind ik ook. Ja. Maar met wie dan? Ik kan wel makkelijk gewoon aan een date komen en dan... Ja, maar dat vind ik dus niet leuk. Dat is nou grappig dat je dat nou zegt. Zo werkt dat niet bij mij. Nee? Nee, er zijn echt maar heel weinig mensen met wie ik naar bed wil. Oh. En dat is best wel een probleem, want ik heb wel heel veel zin in seks. Maar dan is er niemand... Maar niet met... Dan is er gewoon niemand in mijn omgeving met wie ik het wil doen. Oké. Okay. Herken je dat? Ja, ik denk gewoon dat je gebied moet... zoekgebied moet vergroten. Ik denk dat ik misschien wel een beetje te kritisch ben. Ja, nee, maar dat zijn we allemaal. Ik ook. Ik kan echt iemand heel leuk vinden. Maar dan denk ik, ja, ik wil gewoon niet met je in de pit. Het is alsof je heel erg honger hebt, maar je wil iets specifieks eten. En je weet gewoon niet wat, en daardoor eet je maar niet. Oh, heb je overwogen om wat met vrouwen te doen? Ja, maar ik ben een beetje uit de vrouwen, merk ik. Oh. Ik merk dat ik meer behoefte heb aan een man. Oké. Okay. Seksueel gezien. Wat goed. Is dat goed? Dat vind ik goed. Waarom? Ja, ik zie het liever niet met een vrouw. Waarom niet? Nee. Ja, omdat jij die verhalen wil horen. Nee, ja, dat ook. Ik denk dat het wel goed is om dit een keertje te vertellen. Ik praat nooit online over mijn seksleven. Ik heb altijd zo behoefte aan om daarover te praten. Ik praat altijd over seks. We praten altijd over seks. Ik praat met iedereen over seks. Het eerste waar we over praten is, oké, hoe is het met de seks? Ja, ja, en dan echt alle details. Alle details en de foto's, video's, filmpjes. En, het is echt heel erg. Terugspoelen, ja, stopzetten, inzoomen. Screenshot. Nou, dan gaan we nu nog even wat meer in detail praten over jouw seksleven. Ook op film? Nee, dat kan uitzetten. Of moet je wat kwijt? Nee. Nee. Mijn seksleven is zo niet boeiend. Dat is niet waar. Te heet voor een date. Het is te heet voor een date. Lig je lekker. Dood te gaan hier, hè?
Roel, ik ga naar een date zo. Ja. Nou, laat ik maar gelijk beginnen met het eeuwenoude dilemma. Wat ga ik aantrekken? En normaal doe ik dit niet, jongens. Dingen uitstallen op mijn bed en zo. Maar ja, nu wel. Want ik weet het echt niet. Want het is namelijk vandaag tropisch warm. Ik neig nog het allermeeste op deze, maar die is echt super oud. En je kan er eigenlijk geen BH onder aan, want het is zo strapless. Ik denk, ja, ik weet het nog even niet. Nou ja, ik denk eerst maar even douchen en optutten. Vandaag is dus de dag. Ik ben nu aan het kleren aanpassen, maar ik kom er gewoon niet uit. Heel erg leuk. Naar mijn haar moet je helemaal niet kijken, want ik kom net uit de douche. Maar toch deze? Wish me luck. Het is nu 9:30 ongeveer. 9:40 zelfs al. Ja, sommige dingen veranderen dus gewoon echt niet. Your heart will be broken again. I promise you. You think that it's not, but it's already got the cracks and the chips showing through. And although you may wish the opposite, and although you may hope for some intercession, your heart will be broken again. Your heart will be dragged down the street. I promise you, there'll be bands of masked villains with soul living purpose is to see that task made complete. And although you may offer resistance, it's certain to happen, it's part of existence. Ik heb over een half uur mijn date en ik zit hier met mijn moeder tussen te facetimen. Want het is de snik heet en ik weet niet wat ik aan moet. En het is op jouw verantwoording dat ik... Geen BH aan. Geen BH aan. Nee, met dit weer, dat is niks. Jij vindt dat het kan, joh, op een eerste date? Niet. Ja, waarom niet? Ja. Je hebt toch kleren erover? Ja, maar je ziet het wel. Een goed gevoel bij, ja. Maar jij hebt hem gezien. Hij zei dat hij je zo mooi vond. Ja. Om het op te wachten bij de wc. Ja, ja, dat klopt, ja. Ik vind hem wel leuk. Ja, nou moeten we niet te veel gaan omschrijven, dan weet iedereen wie... Oh, nee. Oké, nou, succes! Ja, bedankt. Ik laat je weten hoe het ging. Doei, man. Doei. De voordeel aan het feit dat dit waarschijnlijk in januari zo online komt, is dat jullie geen kritiek hoeven te geven op hoe ik eruit zie, want het maakt niet meer uit. Ik heb echt gewoon dit aan. Ja. Ik heb een strapless jurkje aan. Zonder BH. Normaal zal ik dat niet doen, maar het is zo heet. Het is echt iets van 32 graden of zo. Ik ben echt benieuwd hoe hij het nou vindt. Ik denk dat hij nerveuzer is dan ik. Ik heb er eigenlijk gewoon niet zo heel veel zin in nu, als ik eerlijk ben. Het ligt niet aan hem, maar gewoon aan... Het is toch presteren en het is gewoon zo warm. Dat je denkt, oh nee, ik wil eigenlijk helemaal niks vandaag. Maar, wat moet je erop? Ik ben nu niet helemaal in mijn element, snap je? Je wordt er zo sloom van. Maar goed... ik voel me opgeblazen. Ik hou vocht vast. Dus ik voel het aan dat mijn ringer strakker zit. En ik zal niet klagen, maar... I don't know. Nou ja, goed. Ik ga dus gewoon... Ik ga lopen erheen. En ja, jullie horen wel hoe het ging. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik ben niet echt nerveus, maar ik ben ook niet ontspannen. Dus we gaan het zien. Your heart will be burned at the stake. I promise you, with pitchforks they'll come. You'll be overrun. You'll swear that this has to be fake. And although you insist you'll be fine, it'll always tear through you as if it's the first time. Your heart will be broken. Zien jullie hoe laat het is? Kun je zien hoe laat het is? Kan je het zien? 7:20.
En we hadden om 1:30 afgesproken. Ik kreeg nog nooit zo'n lange en zo'n hete eerste date gehad met iemand. We hebben gewoon meer dan 5 uur zitten praten met elkaar. Jeetje, ik moet echt laten zien. Ik heb echt zo warm. Ik ben nu eten aan het koken, dus ik moet jullie even... Het was echt heel erg leuk. Ja, het is echt heel raar dat je iemand dus ontmoet door dat je naar elkaar kijkt. En dat je echt geen idee hebt wie die is en dat je dan afspreekt en dat het gewoon klikt. Dat zo stoten we net ook af, want het klikt echt. Het is wel, ik vind het wel een bijzondere jongen. Ik geloof niet dat ik ooit iemand heb ontmoet zoals hij. Hij is ook creatief. Ik ga nu niet te veel over hem zeggen, want ik weet dus, ik heb geen idee waar dit naartoe gaat. En wanneer ik dit ga online gezet en ik stel dat het niks wordt, dan wil ik niet dat mensen hem erin herkennen of zo. Maar ik vond het echt heel erg leuk. Ja, gewoon heel veel gepraat. Hij over zijn leven. Hij praat goed, hij praat makkelijk. Maar hij is ook geïnteresseerd. Dus ik heb ook dingen verteld. Ik heb zelfs het hele verhaal van Jur verteld. Nou, dat zou ik normaal... Nee, dat was ik niet echt van plan. Maar ja, we hadden zoveel tijd en hij wilde het weten. Dus dat was echt heel fijn hoe hij reageerde. Ik weet het niet. Ik ben wel onder de indruk. Ik ben echt onder de indruk. Jeetje. Nou ja, in ieder geval gaan we elkaar nog een keer zien. Dat is wel duidelijk. En... meer dan 5 uur gepraat. Ik ben echt wel heel moe nu. En het is zo warm. Echt jongens. Oh my god. Het was 33 graden daar op dat terras. Ik ga nu mijn eten even laag zetten. Even snel douchen. En dan volledig instorten. Maar het was echt een hele leuke eerste date. Ja. Ik denk dat jullie hem ook leuk zouden vinden. Ik denk echt heel stom. Maar ik denk echt dat jullie hem leuk zouden vinden. Hij is zo open. Echt heel, heel open. Heel toegankelijk. Nou ja. Ik ga lekker laten zakken en lekker nagenieten. Later meer. Oeh, spannend. Doei. Ja, hij pakt het anders aan dan dat ik gewend ben van jongens. Zeg je dat? Ja, vind ik ook moeilijk. Echt? Ja. Ik ga zo... Ik heb een indirecte date. Echt niet? Maar ja.